Het is je boy, hij is weer terug. Hij ziet er super moe uit, maar dat maakt niks uit, want het is vandaag weer dinsdag. En dat betekent dat ik een nieuwe video heb, speciaal voor jullie. Oké, jongens, dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk dank voor het kijken alvast naar deze gloednieuwe Kelvlog video. Hij is niet zo heel erg speciaal, nou wel, hij is wel heel speciaal. Jongens, jullie hebben geen idee hoe vet speciaal vandaag is, man. Want het is eindelijk de uitslag. Ja, nu vraag je je waarschijnlijk af, Kelvin, waar heb je het in godsnaam over? Nou, dat vraag je niet af. Zoals jullie wellicht weten, was vorige week de Kelvlogweek. En de Kelvlogweek was een hele week waarin ik elke dag een video had. En uiteindelijk konden jullie stemmen op welke video het leukst vonden. En vandaag is de dag dat ik aan jullie ga vertellen welke video de winnaar is. Ik kan er wel heel erg omheen gaan draaien. En dat ga ik ook doen. Oké, rustig aan jongens, het is nog maar vroeg, het is vroeg, ja, ik kom letterlijk net uit bed gerold. Daarachter zie je gewoon mijn bed, nee, is niet waar. Jongens, het is de waarheid, 10 manieren om heeft gewonnen. Dat betekent dat ik vanaf nu alleen maar 10 manieren, nee, dat is niet waar. 10 manieren om het uit te maken, zoals ik vorige week heb gedaan, maar ook 10 manieren om auto te rijden, 10 manieren om je brood te smeren. Je begrijpt het, het is geen enkel probleem. Maar, ik heb een vraag aan jullie. Jullie mogen namelijk in de comments achterlaten wat voor 10 manieren video jullie als eerste weer willen zien. Dus laat hieronder weten of je 10 manieren om je auto te starten wil doen, of 10 manieren om een stoel kapot te gooien wil doen. Dat kun je allemaal gewoon achterlaten in de comments en dan ga ik dat lezen en dan denk ik, oh ja, dat is grappig en dan ga ik dat doen. Nee. En nogmaals, het is nou niet dat ik elke dag van de week voor altijd alleen maar 10 manieren om video's gaan maken. Maar het komt gewoon wat vaker terug, omdat jullie hebben gesproken. Nou, dat was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Nee, voordat ik ga moet ik nog één ding doen en dat mag ik natuurlijk niet vergeten. En dat is de winnaar van de Kelvlogpet. Hij shined volledig op je bek. Het is onmogelijk wat voor ding het is. Het is echt onmogelijk. Ik heb jullie beloofd dat je kans zou kunnen maken op de Kelvlogpet zodra je stemde op de Kelvlogweek. En dat hebben superveel mensen gedaan. En één persoon heeft deze pet gewonnen. En ik heb op basis van allerlei juries over de hele wereld deze bepaling gemaakt. En dat is goed. Eigenlijk heb ik heb gewoon wat gekozen. Ik kwam gewoon eens leuks tegen. Dacht ik, ja, winnaar. De winnaar van de Kelvlogpet van dit moment is degene die deze foto heeft geplaatst. Namelijk Yara van de Zadel. Yara Zadelhof. Yara Zadelhof, mag ik jou hartelijk bedanken voor het stemmen. Ik zag dat jij jouw hele familie al een petje had en jij nog niet. En toen dacht ik, nou weet je, natuurlijk moet op dat mooie hoofdje van jou nog een pet. En bij deze, ik gooi hem naar je toe. Yara, ik neem even contact met je op en dan ga je even adres en dan ga ik je naar je opsturen en dan ben je helemaal blij. En dan moet je een foto sturen dat je pet op hebt, anders word ik heel boos. Als we nou toch over de Kelvlogpet hebben, ga ik nog één laatste ding vertellen. Namelijk dat komende vrijdag een livestream is om 7 uur. En die gaat over de heropening van onze eigen webshop. En wat kun je nou allemaal in de webshop halen? Nou bijvoorbeeld de Kelvlogpet of Cinematic Penny Boards of weet ik veel wat allemaal. Alles wat je maar wil, kun je daar halen. Maar als je nou alle informatie wil weten, moet je even in de beschrijving kijken. Want daar weet je waar je naartoe moet om de livestream te checken. En in die livestream gaan we alle leuke dingen doen. We gaan dingen weggeven. We gaan kortingscodes geven en de webshop gaat open. Dus het is niet normaal. Oké, dat was de Kelvlog voor vandaag. Geen normale video dus, maar gewoon even een bijpraatvideo. We zijn wel lekker bijgepraat. Zo gezellig zijn wij gewoon. Ze doen dat gewoon geen probleem. Ik zie jullie gewoon volgende week weer. Oh nee, ik zie je vrijdag bij de livestream. Oh yeah!